stoort het je dan ook dat er een column uit, van jou uit, aangehaald werd uit 2004... Nee. Toen je nog lid was van de SP, waarin je vertelt ik ben een vluchteling. En daarin beschrijf je ook hoe het was toen jij aankwam en dat de tijd aan het veranderen was. En dat jullie vrij hard waren bij die laatste asielinstroom. Dat met name bij gezinshereniging voor de B-status asielhouders, dat die niet meteen een gezin mochten laten komen. Dat ze zeggen, hoe kan je dat nou maken? Zelf ben je via gezinshereniging binnengekomen? Nee, niet via gezinshereniging. Mijn moeder is zelf ook gevlucht, dus zij is ook vluchteling. Ja. Dus dan is dat iets anders dan gezinshereniging. Maar ik vind het helemaal niet erg dat mensen daar vragen over stellen. Want dan kan ik ze uitleggen dat ik, toen ik hier als 8-jarig meisje naartoe vluchtte, toen kreeg ik de kansen die ik nu, dat 8-jarige meisje dat nu komt, ook gun. Alleen, ja, die geven we niet. Die gaven we ook niet in de tijd dat ik dat stukje schreef. En daar is, dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. Dus als je hier binnenkomt, duurt eindeloos voordat je een keer kunt horen, ben je nou een echte vluchteling, ja of nee? Dan zit je eindeloos in een AZC. Dus tegen de tijd dat je kunt integreren en onderdeel kan uitmaken van deze samenleving, als je inderdaad een echte vluchteling blijkt, ben je zoveel jaren verder. De kans dat je dan aan zo'n tafel komt te zitten, zoveel jaren later, is het. Die laatste zin is trouwens wel mooi, hè? Met de SP. Ja? Let wel, met de SP hoop ik binnen Amersfoort een verschil te kunnen maken in levens van de vluchtelingen. We vergeten vaak dat de levens al jaren stilstaan, wachtend in de ASC. Ja. Daar zit enorm veel levensvreugde, kennis en passie weggestopt. Dat was, ja, de SP, toen de PvdA, toen GroenLinks, toen dat de was de allemaal heel kort. Ja. Bij de SP was het ook heel kort. En de reden waarom ik bij Links zocht was omdat mijn ouders in Turkije, terwijl zij zich inzetten voor gelijke rechten van minderheden, homo's, vrouwen, noem maar op, dan ben je in dat soort landen, ook in bijvoorbeeld Latijns-Amerika, als je inzet tegen het regime, ben je links. Dus toen ze hier kwamen, gingen ze meteen links stemmen. Dus toen ik actief werd, ging ik ook zonder al te veel nadenken links. En al vrij snel. Daar ontdek je dat veel mensen in een slachtofferrol gingen. En dat wilde jij niet, want je bent geen slachtoffer, zeg je altijd dan. Toch? Dat is het verhaal wat je vertelt. Nee, maar weet je, dat vind ik ook het leuke. Maar dat is echt waar. Want ja, ik ben, dat geloof ik ook. Ik werd de hele tijd als allochtoon behandeld. En ik dacht, kom op, ik groei op in Amersfoort, ik ga naar Schuurfeest in Hoogland en dan begin je mij. Dus vraag je tegen mij, weet je vader dat wel? Ja, die heeft me hier afgezet. Wat is je, ja, punt? Ik werd gek bij die linkse partijen. Dus nee, maar ik snap jou mensen goed. Zijn geen slachtoffer. Zijn mensen van jouw afkomst, dus mensen met een Turkse afkomst, een Marokkaanse afkomst, trots op jou of niet? Ja, tuurlijk. Ja, is dat zo? Dat weet ik niet. Ik merk dat nooit aan. Nee, dat merk ik niet. Maar hou toch op. Dat vraag je toch ook niet als Timmermans zit aan een autochtone Nederlander, ben je trots op? Nee, dat vind ik het gek aan. Maar Eus zit hier altijd. Die roept altijd dit soort dingen over jou. Ja, maar die wil gewoon zelf de politiek in. Als ik haar nu hoor praten, het zijn allemaal open deuren. Het is geraaskal soms. Het is een beetje flirten met die. Iedereen, ze wil met iedereen samenwerken. PVV kan ook erbij nog staan. PVV mag er ook bij. Alles mogen. En die hebben haar notabene ook beledigd. Ze mocht niet eens minister worden en zo. Ik denk van, ja, ja, je hebt ook geen ruggen geraakt. Is dat harteloze heks? Ja. Wat? Harteloze heks? Ja, maar ik weet niet wie hem ooit heeft gekwetst, maar het is wel een beetje sneu. Wat is dit? Weet ik veel. Ja, maar wij, dat weet ik toch niet. Wij moeten altijd een beetje lachen om Eus. Ik ook. Eus vindt niemand goed. Nee, maar ik... Nee, wel Eus zelf natuurlijk. Ja, nee, zelf. Maar het is... Maar, weet je, dit zei je de vorige keer ook. En wat ik wel ingewikkeld vind, is dat je mij en hem met elkaar naast elkaar zet vanwege afkomst. Dat, nee, maar je hebt waarschijnlijk meer met René gemeen dan met Eus. Vrouw, Turks, Koerdisch afkomst. Het wordt toch meegerekend? Dat telt toch mee? Nou, dat is een voordeel. Ik ben Amsterdammer, ik ben Ajaxiet, ik ben VVD'er, ik ben Nederlander. Dat weet ik allemaal. Maar als jij straks minister-president bent en je gaat naar het buitenland, dat wordt toch overal wereldnieuws? Dat jij iemand met een allochtone afkomst, de eerste vrouwelijke premier wordt met een allochtone afkomst. Dat, ja, is toch, in Engeland heb je er ook alleen. Nee, maar, ja, maar in Engeland is het net zo, ja. En het leuke is aan die Deense meneer, jouw collega, die daar de vreemdelingen toestanden doet. Ja. Dat is een asielzoeker uit Egypte. Ja. En die stuurt iedereen weg. En die stuurt iedereen terug. Ga jij maar naar Egypte. Ja, het is wel zo.